Ja, u heeft het misschien al wel gezien. Een nieuwe studio en dus gaan we over in een nieuwe taal. We schakelen even moeiteloos over naar Twents. Want Herman Vinkers, mooi daar de bunt. Ja, dank u. Hartstikke mooi. En proficiat met een nieuwe studio. Dank je wel, hartstikke mooi. Ja, nou, dank je. Dat is skieroet, heet ja, ze. Ja, skier, heet ze daar. Ja. Kom erin, dan kun je de route kieken, staat eronder. Ik heb zelfs even een blokje met een braag. Ik dacht, dat is wat geneugelijk, zo bij op tafel. Een Fuske Bloem. Ja, Fuske Bloem. Hier, nou, hier, dat is toch op zich... Ja, de eerste krokussen, hartstikke mooi. Je bent nu allemaal kapot voor hun boeten, dus ja. Komt mooi van pas. Nou, dank je. Uit wat dan toch over de voorjaarsvakantie heb, want dat is nog. Ja? Toch? Weet hij dat waar? Weet ik niet. Ik heb nooit kinderen gehad. Dus, nee, nou ja, het is voorjaarsvakantie en de leur die moeten daar uit. Of oet, wat zei wie? Oet. Oet. Het leuk moet eruit. Het is natuurlijk meert, man en dan is het dialectmaand. Man is één meert en meert is de dialectmaand. Ja, dus dan moet je er ook wel wat aan doen. Ja. Ik vind het mooi spannend dat we nu in plat met elkaar kunnen. Ja, want we zijn gewend om met elkaar Hollands te doen. Ja. Maar het is dialectmaand en daar nou, loopt dus gewoon in plat. Een plat doen, ja. En ik ben hartstikke blij dat je me half steed. Want mijn Twents is... Ja, stort. Want mijn Twents is waar een beetje oké okay kan of een beetje meer. Ja, maar dat hartstikke goed. Het is alleen... Ja, daar heb ik ook wel hard... ja, ik ben gewend om Hollands te doen. En dus dan moet je even de knop omzetten. Ja, ja, dat is het ook, hè. Maar als je rekening is, dat is... Dan moet je de knop weer omzetten om dat Hollands te doen. Net zo makkelijk. Maar sommige lui hebben het ook niet geleerd. Ik heb niet geleerd in school bijvoorbeeld. Nou, daar hoor je niks van. Nee, en de kinderen op school leert nu Engels en Chinees, maar geen Twents. En Grieks. Wat vind je daarvan? Ja, dat is heel apart. Er was ook een school in Onsel. Die zei, ja, ik geloof wat 10 jaar terug, van, goh, we leren hier Latijn en Grieks en Engels en Hollands en zo. Ja. Maar onze eigenspraak van hier, van deze buurt, dat leren we niet. En van onze oude leer leren we het ook niet. Nee. Terwijl... Dat is eigenlijk wel heel, heel jammer. Ja, dat is eigenaardig. Ja, maar wie hebt het kring als erfenis en waarom zou je het voortsmieten, toch? Ja, en wie hebt eigenlijk ook kring van de Saxen terug, van de overkant van het kanaal, of niet? Of heb ik dat verkeerd? Oh, die Angelsaksen. Ja, nee, precies. Aan Zummen. Ze zei het was Manx Twents is de wortel van alle taal. En ja, in 400 bent de Romeinen bent voortrekken uit Engeland. Ja. En toen bent de Angelen en de Saxen, dus wie dus, die bent doorheen gegaan. En we hebben onze spraak door hen gebracht. Dus de Angelsaksisch Engels heeft heel veel gemeen met het platte eigenlijk. Hè. Ja, peper en zout is in het Engels en plat pepper en salt. Ja. En I bought myself a new coat, haven't I? Ik kocht me een nieuwe jas en dat hek. Ja. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde. Het heeft heel veel met elkaar van doen, ja. Ja, ja. Hoe belangrijk of belangrijker is het dat de leu dat nu weer leert? En dat er ook een instituut voor komt, want dat is waarom wie hier bij elkaar staat. Stort, zeg ik het nog goed. Hoe belangrijk is het dat er komt? Zo'n nieuw instituut. Nou ja, vroeger hadden we hier in Twente het Verdijnse Instituut, dat weet je nog wel. Ja. Dat staat in Eerske. Nou, dat hield zich gangs met de Twentse taal, met de spraak, hè, met de moordenspraak. En hield zich gangs met alle boerderijen en met geschiedenis van Twente. Dat stopte in 2006. En toen heel kort zijn we met een koppel lub in elkaar zetten. En toen dachten we hier van, goh, wat jammer eigenlijk feitelijk dat je zoiets niet meer hebt hier in Twente. Dus we hebben met elkaar gezegd, we willen proberen hem weer een soort opvolger te maken van het Verdijnse Instituut. Ja. En wie hebt dan de ruimte? Dat is in de bibliotheek van Hengel. Ah, mooi kort bij. Mooi kort bij, vlakbij station, ja. En een bushalte in de buurt. En ook kort bij TVO's, loop je elk weer. Hartstikke mooi. Dus kom een mooi koffie drinken. Gerne, dus, we beginnen heel klein, dus een hele kleine ruimte. We hebben nog helemaal niet veel geld of zo. Een beetje geld van de provincie is er nog ja, bij. Ja, een beetje geld van de provincie, maar we willen heel klein beginnen. En nu dat geert in het voorjaar geert dat lus. Ik weet nog niet of het aan het begin van voorjaar is of eind van voorjaar. Maar we zoeken nog een mooie naam voor dat instituut. Dus het is een soort hoes waar je in kunt lopen, koffie drinken, een beetje platkeuien of wat wil wetten. Over. Ja, maar instituut, dat klinkt een beetje afstandelijk. Hè? Ja, van Deinste Instituut of het heeft ook wat Twente Academie hebben. Ja, ja, ja. Dus een mooie naam werd, zoals in Drenthe hebben ze Huus van de Tol. Ja, maar dat is best een mooie naam. Ja, dat hebben ze daar al. Is alleen geen Twents natuurlijk. Nee. Dat is een Huus van de Spraak of zo. Ja. Of een Twente Huis. En daarom hebben we naar de site gehad van TV Oost. Mm-hmm. Daar kunt u zelf een naam bedenken. Zeg, nou, ik heb wel een mooie naam voor een hoes waar je terecht kunt voor de Twentse spraak. En wel een mooie naam heeft bedacht, Den Wut. En dan kreeg ik ook nog een oorigheidje. Ook nog, wat daar? Een oorigheidje. Kreeg een Fuske Bloem. Dan mag de Fuske Bloem hem. Ja, en dan kreeg ik nog van de Twentse Bibel van Anne van der Meijen. Oh, super.
En ja, en dan en alle dvd's van Herman Finkers, maar ik weet niet of dat de leu afschrikt, maar, maar ik denk dat dan moet je dat maar weer voortgaan. Ja, precies. Tenminste, de Bijbel en alle dvd's van Herman Finkers en een mooi fuske bloem. Dus, gooi naar de website van RTV Oost en dan kun je dat zo kun invullen. Kun je de naam invullen. Er staat een paar voorbeelden, kun je zeggen, nou, van die voorbeelden vind ik dat het mooiste. Ja. Maar ik weet nog wel veel mooiere naam en dan vul je dat in. Wie hoopt natuurlijk ook een heleboel creativiteit van Allerleu. Ik hoop dat een mooie naam zo komt. Mooi dat je dat komt vertellen, Herman Finkers.